opklop stoeletjes. Tip nummer 1. Oh, sorry. Yeah, let's go. En tip 3. Hey allemaal. Herken je nou de struggle dat je studentenkamer te klein is? Of dat je gewoon te veel spullen hebt voor de ruimte die je hebt? Nou, wij gaan jullie dus vandaag 4 tips geven om dus je studentenkamer beter te kunnen inrichten. En allemaal handige tips en tricks om georganiseerd te kunnen leven. Yeah, let's go. Tip nummer 1. Tip nummer 1 is ruim je kamer op volgens de Marie Kondo methode. Zij is een Japanse vrouw en zij legt uit hoe je je kamer en je kledingkast het beste kan inrichten. En bij je kledingkast is het zo dat je je kleding op haar speciale manier moet opvouwen. En dat je het dan allemaal in plaats van in stapels op elkaar legt, dat je het als boeken zeg maar verticaal gaat neerzetten. Zodat je in één overzicht ziet wat je hebt. En het neemt veel minder ruimte in. Dus hier zie je nu, of daar zie je nu, op Joey's hoofd zie je nu een voorbeeld van hoe dat dan zeg maar zo kan. En ze geeft ook als tip mee dat je je kleding, als je het gaat ophangen, dat je het op kleur moet ophangen. En het liefst ook niet zeg maar dat je het lang, kort ophangt. Maar dat je het zeg maar van lang naar kort of van kort naar lang zeg maar ophangt. Want het oogt opgeruimder. Ja. En als laatste is het belangrijk dat je altijd alles op een vaste plek neerlegt. Dat je altijd weet waar je het moet opruimen en waar je het terug kan vinden. Nummer 2 is dat je eigenlijk multifunctionele meubels neemt. Dus bijvoorbeeld een hoogbed, zoals wat ik heb, want wij zitten nu op een vet hoogbed. Je kan bijvoorbeeld ook een bed nemen met laden, zodat je daar je beddengoed onder kan doen, of kleding. En je had nog een tip toch over een tafel, hoe je een eettafel nog meer kan gebruiken? Oh, als bureau. Ja, zeker. Want dat is ook handig. Dus als je bijvoorbeeld een tafel neemt waar bijvoorbeeld al laadjes in zitten, kan je dus bijvoorbeeld daar je, al je pennen en dat soort papieren in doen. En dan hoef je dus niet en een eettafel aan te schaffen en een bureau. Het is gewoon 2-in-1. Tip nummer 3 is zorg voor voldoende licht. Richt je kamer niet in met allemaal zwarte meubels en een zwarte vloerkleed en verf je muren zwart. Hou minstens één muur gewoon lekker licht. Zorg voor lichte meubels. Zorg dat er genoeg licht is als je voldoende ramen hebt. Gaat niet helemaal volhangen met gordijnen. Nummer 4 is zorg voor opklapmeubels. Zoals bijvoorbeeld stoeltjes of tafels. Want als je dus stoeltjes kan opklappen, dan kan je ze wegbergen als je ze niet nodig hebt. Je kan alles opklappen. Je huis kun je opklappen. Ja, dat is heel handig. Dat kan je gewoon meenemen. Nu ben ik een huis. Nu ben ik een opgeklapt. Dit waren onze 4 tips hoe jij jouw kleine studentenkamer zo efficiënt mogelijk in kan delen. En wil je nou weten hoe je als student minder plastic kan verbruiken? Dan kan je hier klikken. En daaronder kan je abonneren en dan zien we jullie vast ooit wel weer een keer samen terug. En anders apart. Apart ja, samen ooit, hè? Of met, misschien wel met een andere YouTuber. Wordt vervolgd.